Ik sta hier naast meneer Anand Mulchand. En meneer Anand, kunt u ons het een en ander vertellen over het festival? Ja, nou welkom. Dit is het Milan Summer Festival, de derde editie. Het bestaat al 33 jaar en wij organiseren het nu voor de derde keer. Het zijn het Milan Summer Festival. En is dat morgen ook nog hier? Of? Ja, het is 3 dagen. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. Morgen is de laatste dag. En zijn er ook nog kosten aan verbonden? Het eerste uur is gratis toegang. En daarna kost het €5 om naar binnen te komen. Okay. En tot hoe laat is het festival? Tot 11 uur 's avonds. 11 uur 's avonds, oké. Okay. Het is een festival dat bedoeld is voor iedereen. Het in het hele mooie Zuiderpark, Eskamp. En ja. Kom kijken, kom de sfeer proeven en als je van lekker exotisch eten houdt, moet je hier zijn. Oké. Okay. Meneer Lashman, kunt u wat meer vertellen over de thema's van het Milan Summer Festival? Ja, zeker. Milan Summer Festival 2007 staat in het teken van gezondheid. Wij als Hindustanen hebben natuurlijk een hoop problemen met suikerziekte, cholesterol, hart- en vatenaandoeningen. En daar is een thema van gezondheid. We hebben een gezondheidsplein opgezet. En daar kunnen mensen zich laten prikken voor glucose, suikerziekte. En een aantal andere thema's zijn, we hebben de kookworkshop, de Indian Curry Club. We hebben de Man-Vrouw Award, daarbij wordt een man of een vrouw vanuit het gemeenschap gespot die zich verdienstelijk heeft gemaakt de afgelopen jaar. Elke jaar wordt er zo'n oorkonde of een prijs uitgereikt. En dat doet heel goed, het is een stimuleringsbijdrage waardoor mensen natuurlijk ook gestimuleerd worden om allerlei SEWA-werk, SEWA's, goede doelen, ondersteunend uit vrijwilligersorganisaties natuurlijk te doen. En dat is een van de belangrijkere thema's van ons. We hebben natuurlijk de Business to Business. Dat is een club waarbij ondernemers bij elkaar komen om te netwerken. Milan staat natuurlijk ook voor Milan ontmoeten. Ontmoeten is niets anders dan natuurlijk groepen mensen bij elkaar ontmoeten, maar ook organisaties bij elkaar roepen. Wij als Milan Summer Festival hebben gemeend om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen. Wijkorganisaties, de gehaakse organisaties bij elkaar te brengen. Als het nou gaat op maatschappelijk, sociaal, cultureel gebied of als het gaat om business to business. Allerlei dingetjes proberen we bij elkaar te brengen, zodat we een leuk programma kunnen maken. En dan nu komt het voor het publiek, wat voor iedereen, voor de leeftijd van iedereen. Jong, oud, blank, wit, zwart, geel, alles is van harte welkom. Want wij zijn natuurlijk open voor iedereen. Aziaten staan open. En als ze je vast hebben, laten ze je niet meer los. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor het interview. Naast mij staat Pretty. En Pretty, wie ben jij? Ja, hallo iedereen. Ik ben Pretty Dillon. Ik ben Miss India Holland 2017. Zo. Ja. Kan je er nog iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Ik doe mee. Ik sta dus voor Miss India Holland en wij zijn een organisatie om jonge meiden te inspireren om zichzelf te ontplooien. Ik sta hier naast meneer Rangel en meneer Rangel, kunt u ons wat meer vertellen over het gezondheidsplein enzovoort? Ja, we zijn hier de gezondheidsplein, inderdaad. Dat heeft te maken met gezondheid. Hè? Onder andere wordt hier gratis, kan je je suiker laten testen, je bloeddruk laten opmeten en gaat over gezonde voeding. Dat doen wij samen met het Dialooghuis aan de Beeklaan. En ja, mensen echt vertellen wat gezond leven is. Okay. En proberen meer te bewegen. Vandaar dat ik op een fiets zit. Ja. En gezond leven eigenlijk. Okay. Daar gaat het eigenlijk om. En wat is het Dialooghuis? Het Dialooghuis is een organisatie die echt voor de burgers voor in de buurt van Eskamp. Okay. Voor de burgers klaar staat voor alle soorten problemen. Waar mensen vragen stellen hebben voor mantelzorgers. Vrijwilligers en waar mensen echt hulp bij nodig hebben. Hmm. Dat doet eigenlijk de Dialooghuis. Oh, oké. Okay. Nou.